Wat beweegt mensen eigenlijk om de politiek in te gaan? Je hebt als wethouder een tijdelijke functie met een proefperiode van 4 jaar. Een burgemeester wordt voor 6 jaar benoemd. Je werkt gemiddeld 60 uur per week. Wethouders dienen er rekening mee te houden dat van hun plannen soms maar weinig terechtkomt. Wat wel zeker is, is eindeloos vergaderen en soms ook beschimping, beledigingen en of bedreigingen. Maar waarom ga je dan toch de politiek in? Is het misschien status, aanzien, ijdelheid of hebben ze een missie en willen ze de wereld en hun eigen leefomgeving verbeteren? Flessenpost TV stelt de vragen, zij geven het antwoord. Het is dinsdag 7 mei. We zitten weer in het torentje van het gemeentehuis van Bergen, maar deze keer met een nieuw college. We gaan eens even kijken wie aangeschoven zijn. We beginnen vandaag met Klaas Valkering. Wie is Klaas Valkering? Sinds nu een maand, ruim een maand, de nieuwe wethouder ruimte, ordening en wonen. En wat deed Klaas hiervoor? Hiervoor was ik jurist, werkzaam op een advocatenkantoor. En ik ben daarnaast nog landelijk actief voor het CDA en het CDA. Je hebt in de raad gezeten ook als fractievoorzitter. Niet zo heel erg lang eigenlijk. Een jaartje. Ja. Een krappe jaar denk ik. Ja. Net aan ongeveer. Wat doet jij dan besluiten om wethouder te willen worden zo snel? Ja, dat was niet eens zozeer mijn besluit. Of tenminste, ik heb er uiteindelijk ja tegen gezegd. Maar het was het besluit van de fractie. Als je onderhandelingen ingaat, dan ga je daarin met een bepaald idee ook wat voor portefeuille je zou willen als partij waarop je je zou willen profileren, zoals dat dan heet. Of in ieder geval waar je denkt dat je een bijdrage kan leveren. Voor het CDA was dat ruimtekoordening. En toen gingen we op zoek naar een wethouder ruimtekoordening die jong was, die ervaring had in de raad van Bergen en ook nog verstand van ruimtekoordening. En toen werd het lijstje heel kort en toen vroeg de fractie, wil je het dan niet zelf doen? Na een aantal keer vragen was het antwoord ja. Het is wel opmerkelijk dat jullie voor ruimtelijke ordening hebben gekozen. Want CDA is niet de grootste partij. En over het algemeen gaat ruimtelijke ordening eigenlijk wel naar de grootste partij. Ja. Dat had in dit geval een kieslokaal kunnen zijn of sinds kort de VVD. Mm-hmm. Maar het is toch het CDA geworden. Ja. Waarom is dat zo gegaan? Is dat een voorwaarde geweest? Nee, we hadden wel voorwaarden, het was er geen. Het is wel zo dat je op een gegeven moment gaat kijken waar je denkt dat je dat de grootste uitdaging ligt. En dat is toch wel in Bergen op het gebied van ruimtelijke ordening. En als je dan ergens, vooral wij hebben in de campagne heel veel dingen geroepen over ruimtelijke ordening of dingen die we anders wilden. De afgelopen periode heel kritisch geweest richting het college. Dan wil je daar ook poten bij de vis. Dus dan moet je daar ook gewoon zelf je verantwoordelijkheid nemen. Ja. En dat is al een behoorlijke klus ook in één keer. Nu is dat iets waarvan ik denk dat je dat wel aan kunt, omdat wij alle twee uit hetzelfde buurtschap komen. Dus dat, daar komen heel veel mensen komen. Ja, als jij het zegt, dan zeker. Hekkerspringers. Hekkerspringers is ja. De bijnaam natuurlijk, maar mensen uit Rienegom vandaan die. Die kunnen jong starten en dan kunnen ze nog heel lang doorgaan. Dus dat is, dat geloof ik wel. Toen er sprake was van er komt een nieuw college, et cetera, er moet van alles nog wat gaan gebeuren. Toen was het credo was eigenlijk nieuw vertrouwen. Waar staat bij jou nieuw vertrouwen voor? Nieuw vertrouwen staat voor mij voor niet alleen een raad die elkaar opnieuw durft te vertrouwen, maar ook een raad die opnieuw onze inwoners durft te vertrouwen. En wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, ik denk dat je... Misschien nog niet nu, want dat is ook iets wat moet gaan groeien, maar dat je een raad ziet die durft meer los te laten. Die durft meer aan inwoners over te laten, omdat ze elkaar ook meer vertrouwt. Je hebt als portefeuille heb je het centrum van Bergen gekregen, tenminste het plan de 7 dorpelingen, ja. Maar niet het hele centrum van Bergen. En waarom is dat? Nou, omdat we ook, we zitten met 5 wethouders, dus dat betekent dat iedereen, dat niemand fulltime werkt. Dus dat we eigenlijk allemaal 4 dagen in de week werken. Dus kan dat? Mij is verteld dat het zou kunnen. Op dit moment kan het niet. Op dit moment zijn het gewoon 5 dagen in de week. Precies. En nog wel een beetje meer. Maar dat betekent dat je ook gaat kijken naar de zwaarte van je portefeuille. En dan is zo'n heel centrum met alle ontwikkelingen die daarbij komen. En wonen, en ruimtekoordening, en jeugd. Dat is dan met elkaar wordt dat een vrij zwaar pakket. Dus daarvan gezegd, nou dan... Dan een deel van het project en dat werd de harmonielocatie.
de 7 dorpelingen. Zeg maar een jaar of 8 geleden of zo, toen jij dan achter je broodje thuis zat of wat dan ook, je was met iets bezig, met je studie was je bezig. Had jij toen al het idee van, ik ben Klaas Valkering, ik word wethouder van Bergen? Nee, absoluut niet. Nee, toen had ik ook nog niet eens, ja, misschien 8 jaar geleden, nee, toen zelfs nog niet het idee van ik ga in de raad. Dus dat, nee. Hoe lang ben je commissielid geweest? Ik ben gestart in 2000, bij het CDA vanaf 2012. Commissielid sinds 2014, de gemeenteraadsverkiezingen. Oké. Ja. Dus eigenlijk een bliksemcarrière ben je aan het maken. Maar dat valt mee. Ik denk dat we wethouders hebben zitten hier die niet eens ervaring in raad of commissie hadden toen ze starten. Dus het valt wel mee qua bliksemcarrière. Ja, dat is waar. Dat is scherp. Ja, absoluut. Ja, ik draai nu bij elkaar 6 jaar mee. Ja. 5-6 jaar in raad en commissie. En daarvoor al. Dus ik lees al best wel een tijdje de stukken. Ja. Zo zie je, maar dat leeftijd niet zo heel erg veel over ervaring zegt. Nee. Dat is toch meer de tijd dan de leeftijd die dat bepaalt, denk ik. Ik kan me herinneren tijdens een gesprek wat we hebben gehad in de aanloop naar de verkiezingen, toen je als lijsttrekker naar voren kwam, toen had je het erover, het CDA wil dat er 900 woningen gebouwd gaan worden. Hoe zit dat met de Klaas? Dat wil het CDA nog steeds. En sterker, niet alleen het CDA wil dat. Het staat heel prominent in het coalitieakkoord. Maar wil de wethouder dat ook? Ja, en dat staat in het coalitieakkoord, dus dan wil ik het ook. Dat er 900 woningen gebouwd worden. En we hebben nog heel wat te doen om in perspectief te zetten. Voor de hele regio bouwen we in 2019, ik geloof, 1400 woningen. Daarvan komen er volgens de laatste cijfers 12 in Bergen. Dat is echt van de 1400? Van de 1400 die we in de hele regio Alkmaar gaan bouwen. Dat is een bizar laag aantal. Ja. Dat aantal moet omhoog, het liefst naar die 900. Daarvoor worden de komende tijd veel stappen gezet. Dat moet je in de regio afstemmen. En daar zijn allemaal afspraken voor die we daarvoor moeten doorlopen. En ik ben eigenlijk vanaf dag 1 nu heel druk om te zorgen dat we daar alle stappen zetten die we moeten zetten. Zodat de provincie dat uiteindelijk... Je hebt er nog maar 3 jaar voor, hè? Gaat dat lukken? Ik heb er nog maar 3 jaar voor. Ja, ik denk niet dat alle stenen zijn gestapeld, maar de plannen zullen er voor die tijd zeker liggen. Voor 900 woningen? De plannen voor 900 woningen liggen er binnen 3 jaar, zeker. Oké, ik denk dat de inwoners van onze gemeente je daar erg dankbaar voor zullen zijn. Ja, ik hoop het, maar dat zeg ik opnieuw, het staat in het akkoord, dus we gaan het akkoord uitvoeren. Want we hebben ze nodig, want we hebben een gemeente die vergrijst, dus we hebben huizen nodig waar jonge mensen kunnen wonen. Ja, alleen volgens de onderzoeken van de provincie hebben we ze niet nodig. En dus dat betekent dat we zelf onderzoek moeten gaan doen om ook daadwerkelijk aan te tonen dat we ze nodig hebben. En die onderzoeken die kosten tijd. En tijd heb ik niet, want voor de zomer worden de regionale afspraken vastgelegd. En moet ik dus weten hoeveel woningen Bergen krijgt. Dus het is topdrukte nu om hier voor elkaar te krijgen dat we in ieder geval die 900 binnenhalen. Fijn dat je dan in ieder geval nog even wat tijd hebt gevonden om ons te woord te staan hier. Dat tuurlijk. Vind ik heel prettig. Ik had het net over, we hebben die huizen nodig voor jongeren, want jongeren dat is eigenlijk de toekomst van onze gemeente, want we vergrijzen heel snel, dus we hebben die woningen nodig. Een van jouw projecten is de Jongerenraad. Ja. Wat is de status daarvan? De status daarvan is dat hij eigenlijk nog geen status heeft. We hebben met elkaar besloten dat we een Jongerenraad willen, maar zoals iedereen weet is hij hier in Bergen nog niet. Eerst adviezen erop vanuit de organisatie zijn in ieder geval negatief waar het gaat om een permanente Jongerenraad. Waarom is dat negatief? Ja, omdat, en ik vind dat ze daar wel een punt hebben, omdat ze aangeven, ja, het is lastig voor jongeren om zo permanent in een raad te gaan zitten. Hè. Je wil ook gewoon af en toe eens een avondje vrij en of je wil een keertje stappen en dan heb je die raad, dus dan kan het verwateren. Dus daar wordt aangegeven, kijk of je meer ad hoc, in een soort ad hoc jongerenraden, jongeren kan betrekken. Hebben jullie dat ook aan de jongeren gevraagd of zij dat ook zo vinden? Ja, er is onderzoek over geweest, maar dat is dan meer richting bijvoorbeeld jeugdwerk, jongerenwerk, is dat uitgezet. Maar in het formatieakkoord staat dat er een jongerenraad moet komen. Ik ben er zelf nog steeds groot voorstander van, dus het eerste advies is negatief. Maar dat wil niet zeggen dat we het daarbij laten zitten, dat wil ook niet zeggen dat de jongerenraad er niet komt. Maar dat betekent wel dat het signaal serieus genomen moet worden. Hè? Dus dat je niet van jongeren kan verwachten dat ze... zoals wij dat deden als raadsleden, dat we zo gek waren dat we 4 avonden in de week opofferden om ons te buigen over welke stoeptegel waar moest gaan liggen, maar dat je dat op een andere manier inricht. En ik denk dat dat een mooie uitdaging is voor de komende tijd.
Oké. Okay. Nou, op zich een mooie uitdaging. Want het is belangrijk dat we die jongerenraad krijgen. Ik bedoel, we hebben nu een hele jonge wethouder. En dat zou juist jongeren kunnen enthousiasmeren. Ja, en daarom heb ik hem ook specifiek gekozen. Ik zeg, ik wil graag een paar mooie projecten in mijn portefeuille hebben. Iets waar ik iets wat dicht bij me ligt. En dit is er één. Ja. Je bent geboren in Riddegom. Zoon van een boerenzoon. Nou, in Alkmaar, maar ja. Okay. Geboren in het ziekenhuis waarschijnlijk. Ja. In Alkmaar, ja. Dat is de meeste van ons wel overkomen. Er werden niet zo heel veel mensen thuis geboren in die tijd, denk ik. Rinnegom. En toen, waar ben je toen gaan wonen? Ben je gaan zwerven? Castricum. Toen Oostwoud, dus West-Friesland. Toen terug naar Egmond. En inmiddels Bergen. Oké. En je woont al, er gaan allerlei geruchten. Ja, zeker. Maar meneer Valkering woont niet in de gemeente en hij doet dit en doet. Ja. Ik kan het tegenspreken, want volgens mij zijn wij buren van elkaar, achterburen zelfs. Volgens mij niet. Of ja, zou kunnen, als je inmiddels in Bergen woont. Ja, dan wel. Ik woon al een aantal jaren ook en ik zie je af en toe wel lopen ook. Dus dan kan dat. Ja. Nee, maar het voordeel is op het moment dat je wethouder wordt, wordt het ook allemaal netjes nagekeken. Dus dat wordt netjes in het register allemaal opgezocht. En ook het bureau Bing, dat is een bureau wat daar onderzoek naar doet, die kijkt dat ook nog een keer na. Een voorvorige griffier is ook omdat die vraag toen al leefde bij mij thuis geweest om te controleren of ik daar ook daadwerkelijk woonde. Of je bed er ook echt stond. Op mijn bed er ook daadwerkelijk stond. Nou, en daar was nog in geslapen, wel netjes opgemaakt, maar daar was nog in geslapen. Ja. Dus dat, Oké, okay. Die angel is eruit nu. Die angel is eruit. Voor eens en voor altijd. Is dat afgesloten. We gaan een stapje maken naar Egmond aan de Hoef. Ja. Daar is een project, dat is een mooi project, maar er is wel wat over te doen, want er speelt nog iets. Dat is de woningbouw in het gebied Delversduin. Ja. Dat is een van de projecten die ook in jouw portefeuille zit. Wat is de status van deze ontwikkeling? De status is dat we op dit moment heel druk zijn, of tenminste eigenlijk in een ver voor de stadium zijn met de plannen. We zijn even in afwachting van de regionale afspraken over de bouw van woningen. En dat is al rond het begin van de zomer hebben we daar afstemming over. Dus dan weten we ook wat we daar kunnen. Er speelt nog iets met een aankoop van een stukje grond. Wat misschien nodig is om de uitrit net iets mooier te maken. Of net iets beter. Daar zijn we nu druk mee bezig. En ik verwacht dat we daarover ergens voor de zomer een update kunnen geven over de status. Nou, dan moet het nog een heel het proces moet, gaat dan lopen, het ruimtelijk proces. Maar er zit in ieder geval weer schot in. Het leeft weer. Verwacht je nog problemen naar aanleiding van de vorige projectleider die daarop gezeten heeft en die uiteindelijk, wat we nu ondertussen van allemaal weten, naar huis is gestuurd? Ja, dat is zeker iets wat het project in ieder geval beladen maakt. Maar tegelijkertijd proberen we zoveel mogelijk open en transparant te zijn over dit project, over bijvoorbeeld de grondprijzen, de manier waarop we er in die berekening zitten, de hoeveelheid huis die er komt, voor zover dat kan, hè, want sommige gronden zijn gewoon niet van ons. Ja. Dus we kunnen moeilijk van een projectontwikkelaar eisen dat hij ook precies laat zien waarvoor welk huis wordt verkocht. Maar het is wel zo natuurlijk, als nu straks blijkt dat die projectleider strafbare feiten heeft gepleegd, samen met de ontwikkelaar van onder andere Delversduin. Nou, de grondeigenaar, niet de ontwikkelaar. De grondeigenaar, sorry. Is dat dan een reden om dat die samenwerking met die grondeigenaar te herzien? Want het uitgangspunt was namelijk dat er een goede samenwerking was, dat er een open samenwerking was, maar dat blijkt dus. Op het moment dat vast komt te staan dat iemand een strafbaar feit heeft gepleegd, is dat altijd een reden om iets te herzien. Maar nogmaals, ik ben geen rechter, ik ga daar niet over, ik kan ook niet vaststellen of iemand een strafbaar feit heeft gepleegd. En ik vraag me ook af of dat en in welke snelheid dat zou worden vastgesteld. Ja. Dus daar is nu nog niks over te zeggen. Het enige wat ik nu weet is dat ik een ontwikkelaar heb waar ik misschien van alles van vind. Of tenminste een grondeigenaar. Maar waarvan ik wel weet dat hij een stuk grond in eigendommen heeft waar gewoon woningen op moeten komen. Omdat het hele dorp schreeuwt om woningen. Ja. En daar heb ik mee te dealen. Dat is waar. Ja, en dat maakt het niet makkelijk, maar dat maakt wel dat we daar aan het werk gaan. Oké, van Egmond aan de Hoef, een stapje terug. We gaan weer naar Bergen toe. Tuin en Oostdorp. Ja. Daar is nogal wat commotie ontstaan. Er is zelfs een brief rondgestuurd. Dat heeft te maken met de plannen voor de realisatie van 22 sociale huurwoningen in de wijk Tuin en Oostdorp in Bergen. Midden in die wijk staat het
Het buurthuis? Het buurthuis, het TNO-gebouw. Dat wordt gesloopt en er is beloofd aan de inwoners, er komt een nieuw buurthuis voor terug. Diezelfde inwoners, die dat te horen hebben gekregen, die hebben toch ernstig hun twijfels. Sterker nog, ze vrezen ook echt dat het buurthuis helemaal niet teruggebouwd gaat worden. Is dat terecht, die vrees? Ik denk van niet. Ik denk dat iedere vrees op zich terecht is, maar dat we hem vrij aardig kunnen wegnemen. Vrij aardig? Of? Ik denk in zijn geheel, we hebben dit plan destijds besproken in de raad, toen ik nog raadslid was. Mm-hmm. Toen heb ik zelf de toezegging van de toenmalige wethouder gevraagd om het plan pas verder in procedure te brengen op het moment dat alle activiteiten die op dit moment in het buurthuis plaatsvinden een nieuwe plek hebben gekregen. Die toezegging mag ik zelf nu uit gaan voeren. Dat blijkt nog een aardige klus. Maar daar heb ik mezelf mee opgezadeld. Dus die heb ik ook uit te voeren. Tegelijkertijd komt binnen het plangebied van die 22 woningen komt een buurthuis terug. Het buurthuis zal niet even groot zijn als wat er nu staat. Er staat nu echt een heel groot buurthuis. Maar de functie blijft. En alles wat in die wijk plaats moet vinden, dat blijft daar plaatsvinden. Nou, tegelijkertijd hebben we natuurlijk de Beek. De nieuwbouw daarvan, daar komen ook een hele hoop zalen in. Die proberen we natuurlijk ook zoveel mogelijk te benutten. Dus dingen die ook in de Beek kunnen, proberen we daar te doen. Maar echt alles wat lokaal in zo'n wijkje moet, dat blijft, daar blijft plek voor. De sociale functie blijft behouden? Ja, de functie dorpshuis blijft behouden. Ja. Daar kunnen de inwoners van Tuin en Oostdorp echt op rekenen? Dat wat in de wijk plaats moet vinden, dat blijft daar plaatsvinden. Ja. Dat is een duidelijk verhaal. Ja, maar het is ook dat zeg ik, er is, we nemen dit op dinsdag, morgen is er een overleg van die inwoners. Daar schrijft als het goed is ook iemand aan. De vraag is nog even, het was allemaal heel erg kort dag gepland of dat iemand wordt namens de gemeente of van de gemeente. Of van van de Stichting Welzijn Bergen. Daar is het wat verschil of het nou een ambtenaar is of dat het iemand is van buiten die wel kan praten namens de gemeente. Is dat een juridisch verschil of is dat een praktisch Het is gewoon een feitelijk verschil. Werkt hij in dit huis, ja of nee? Ja. Maar het is in ieder geval iemand die ook zorgen kan wegnemen namens ons. En daar ook aan kan geven dat het in ieder geval ons streven is om te zorgen dat alles wat er gebeurt en wat echt in die wijk moet blijven, dat ook daar blijft. Oké. Okay. Mooie ontwikkeling. Ja. Ik denk dat het goed is. Ik denk dat de oude raadsnestor Hans Haring ook gerust zal stellen. Maar die had daar nog een heel... Die had een heel verhaal. En heeft ook een punt dat het belangrijk is dat dit soort functies dicht bij mensen blijven. En dat realiseren we dus ook. En het is nooit de intentie geweest om dat weg te halen. Nee. Nee, want het gaat ook alleen maar om mensen. Hè? Het gaat om mensen. Ja, ja, daar zitten we hier voor. Ja, dat is... Gelukkig de reden waarom we elkaar ook spreken. Ja, dat zeg ik. Als het, ja, dan anders kan je beter wat anders gaan doen. Ja. We hebben een project, en dat is er nog alleen voor iemand van 25. Ga ik toch die flauwe opmerking maken. Ja, dat mag. De 7 dorpelingen. Dat heeft nog wel heel wat voet in de aarde gehad. Ja. We hebben meegemaakt dat het project is aangenomen, dat het ontwikkeld moest gaan worden. Toen kwamen daar verkiezingen. Daar zijn mensen massaal, hebben een keuze gemaakt op andere partijen. Waarschijnlijk toch wel een groot gedeelte, ook omdat ze dat centrumplan niet helemaal vonden zoals ze dat graag zouden willen. Er kwam een nieuwe raad, er kwam een nieuwe coalitie. En aan het eind van het verhaal, op 18 december, trok Koos Bruin van Behoorlijk Bestuur Bergen de stekker eruit. En die zei, we gaan het niet doen. Mm-hmm. En er moest vervolgens weer gesproken worden om een nieuwe coalitie te vormen. En er is ook een nieuw college weer gekomen. Ja. Dat is nogal veel. In zo'n kleine gemeenschap, in zo'n hele korte tijd. Ja. En waar het nou echt om draait, dat plan, dat ligt nu net op jouw bordje. Ja, dat klopt. En daarom een mooi project. Het is een uitdagend project. Er gebeurt veel. Bestuurlijk is ook een uitdaging. Maar dat is fijn als je als wethouder ergens begint. Dan is het fijn als je ook ergens het verschil kan maken. En dat is hier. Maar heb je het gevoel dat je als college luistert naar de inwoners nu? Ja, alleen het probleem is wat ik heb geen... het college is nieuw begonnen. Alleen dit project niet. Volgens mij is 1977 is er voor het laatst een bestemmingsplan vastgesteld op dit gebied. Ongeveer rond die tijd zijn we ook begonnen met praten. Zelfs, ik heb geluiden gehoord van daarvoor al over wat we met dit plan willen. Zo lang is er al gedoe.
En dat is niet opeens van tafel. En wat er vooral niet van tafel is, is de overeenkomst tussen de gemeente en de ontwikkelaar. Dat is de anterieure overeenkomst. Dat is de anterieure overeenkomst, zoals ze die noemen. Dat op zich, dat woord anterieure is al lastig zat, zelfs om te spellen. Maar het is eigenlijk het laatste simpel uitleggen. We hebben met de ontwikkelaar afspraken gemaakt. Hij maakt kosten voor het plan. En hij wil dus ook zeker weten dat het gerealiseerd wordt. En daarom is in een vorige college met hem afgesproken dat de gemeente er alles aan zal doen om dat plan te realiseren. Ja. En daar zit ik aan vast. En dat hebben jullie laten onderzoeken. Hè? Want jullie hebben gekeken, van, hebben we nu wel of niet? Want de Raad van State heeft het plan vernietigd. Ja, op formeel heeft de Raad van State nu het plan vernietigd? Of heeft de Raad van State onderdelen van het plan? Nou, daar is het zelfs nog technischer. Ja, als jurist vind ik dit soort dingen prachtig. Daarom vind ik het ook een interessante portefeuille. De Raad van State heeft het bestemmingsplan niet vernietigd. De Raad van State heeft het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan vernietigd. Dus het besluit van de gemeenteraad? Het besluit van de gemeenteraad. Ja. Het bestemmingsplan, dat is van papier, dat is er nog. Dat kan je lastig vernietigen. Een schredder doet wonderen. Een schredder doet wonderen. Maar, die heeft de Raad van State niet. Dus wat ze wel hebben, is een hele hoop hele knappe koppen. Die hebben naar dat bestemmingsplan gekeken en die hebben eigenlijk gezegd, qua inhoud, dus het inhoudelijk deel, hè, waar gaat het nou over, de hoogte van het plan, is er behoefte aan een supermarkt, hoe zit het met dat stukje grond wat er nog achter ligt, zijn er genoeg parkeerplekken, daarvan heeft de Raad van State gezegd, gemeente, dat heeft u allemaal juist getoetst, dat klopt allemaal, u bent tot een juiste conclusie gekomen. Nou, op 5 hele technische vormfouten heeft de Raad van State gezegd, hier heeft u kleine fouten gemaakt, maar die kleine fouten zijn wel dusdanig dat we op formele gronden het bestemmingsplan moeten vernietigen. Dus daarin is hij vernietigd. Je noemt het kleine fouten, maar zijn het kleine fouten? Het zijn, om je een voorbeeld te geven, er is op 1 plek hebben we verwezen naar een verkeerde datum van een besluit waarop een parkeernorm is vastgesteld, wat een week later moeten zijn. Dat is waar we het over hebben. En het verhaal over de fijnstof, over de... Ja, dat is geen klein foutje, toch? Dat is toch echt een serieus onderzoek wat er had plaats moeten vinden, wat niet heeft plaatsgevonden. Nee, we hebben namelijk een vergunning aangevraagd. Ja. En die vergunning die we hebben aangevraagd, we hebben in het bestemmingsplan vergeten op te nemen, 1 zin. En in die ene zin had moeten staan dat er niets meer mocht worden gerealiseerd in het bestemmingsplan dan vanuit de vergunning was toegestaan. En dat is de natuurbeschermingsvergunning. Daarin staat wat je hoeveel ontwikkeling je daar mag toestaan, zodat het niet, nu wordt het heel technisch, maar zodat je niet te veel stikstof uitstoot, zodat bijvoorbeeld de duin daar last van heeft. En die ene regel zijn we vergeten. En omdat we die ene regel zijn vergeten, hadden we anders een heel groot onderzoek moeten doen. Dus we hadden of die ene regel op moeten nemen, of we hadden een onderzoek moeten doen naar de volledige stikstofdepositie, zoals dat met een mooi woord heet. En beide zijn niet gebeurd. Als ik het je zou zeggen, dan denk ik haast, we zijn die ene regel bewust vergeten. Nee, we zijn die ene regel zeker niet bewust vergeten, anders hadden we hier niet gezeten. Dan had het bestemmingsplan gewoon de eindstreep gehaald. En ik denk dat dit een fout was die niemand heeft zien aankomen. Is het zo dat die normering en de Natura 2000 en dat hele verhaal, daar is de Europese Commissie daar nu mee bezig om daar nieuwe regelgeving voor te maken. Gaat dat de nieuwe besluitvorming van het bestemmingsplan in de weg staan? Nou, de Europese Commissie heeft al... Het zit nog ingewikkeld. Ja, het is echt een heel ingewikkeld dossier. De Raad van State heeft op dit moment 200 bouwplannen in Nederland on hold. Bevroren. Ja. Daarover heeft ze vragen gesteld over de zogenaamde PAS-systematiek bij in Europa. Daarover zijn de antwoorden binnen. De Raad van State kan nu uitspraak gaan doen. Ga dat ook zo snel mogelijk doen. Dan is er duidelijkheid over de PAS. En wat is de PAS? Dat is een. We hebben als Nederland, zeg maar, als land hebben we gezegd, nou ja, we kunnen op het moment dat we bijvoorbeeld een nieuwe snelweg aanleggen, dan stoot dat allemaal stikstof uit. Dat is slecht voor het milieu. Dus we moeten ervoor zorgen dat alles wat we doen in Nederland, dat dat op elkaar is afgestemd. En dat we de manier waarop als we op het ene gebied meer stikstof uitstoten, moeten we zorgen dat we op een ander gebied minder stikstof uitstoten. En door dat met elkaar in de balans te brengen, daar een soort van uit te ruilen, te kijken waar is er ontwikkelingsruimte, zoals dat zo mooi heet, hebben we het mogelijk gemaakt om te ontwikkelen in Nederland, om te bouwen nieuwe wegen, nieuwe huizen. Dat is de PAS-systematiek. Die is voor alle bouwplannen in Nederland is die van belang. En daar moet nu iets van een besluit over komen vanuit de Raad van State.
Dat heeft op zich weer niet te maken met ons bestemmingsplan. Want wij kiezen nu voor een milieueffectrapportage, zoals dat heet. Die moet nu worden gemaakt en dan gaan we opnieuw kijken naar wat er, naar wat er mogelijk is. Was die milieueffectrapportage niet de taak voor de ontwikkelaar? Ja en nee. Dat ligt aan de wijze waarop we nu hebben gekozen om het plan in te steken. We hadden gekozen voor een natuurbeschermingsvergunning. Dat is doorlopen, dat hebben we gehad. Of de MER wel of niet had gemoeten, de Raad van State heeft daar iets over gezegd. Die is duidelijk daarover toch? Die zegt dat is een van de redenen waardoor wij zeggen van... Nou, de MER is niet een van de redenen waarom het bestemmingsplan is vernietigd. Omdat die reportage niet heeft plaatsgevonden. Ook dat niet. Ja, opnieuw, het is een heel technisch punt hoor. Maar nee, dat is niet specifiek waarom men zegt... Ik vraag het namelijk omdat ik als gemeente... gaan we nu stappen ondernemen om dat proberen te repareren, zeg maar, wat er niet helemaal akkoord was. Want je hebt een bepaalde plicht als gemeente naar conform die anterieure overeenkomst naar de ontwikkelaar. Maar in diezelfde anterieure overeenkomst staat, volgens mij, dat het een taak van de ontwikkelaar is. Om dit soort onderzoeken te doen. Ja, zeker. Maar hij moet nu dus ook die onderzoeken gaan doen. Maar hij heeft dat niet gedaan. Nee, hij heeft, omdat we voor een andere richting kozen. We kozen voor de richting van de natuurbeschermingsvergunning. En die heeft hij netjes aangevraagd. Of tenminste, die is netjes aangevraagd. Ja. Dus dat deel, zijn verplichting is hij nagekomen. Toevallig zijn, we nemen dit op dinsdag. Toevallig komen er vandaag een heel aantal, ook de Raad heeft een hele hoop vragen gesteld, 30 stuks hierover. En dit was ook een van hun vragen. En samen met alle andere vragen zijn die... ik denk dat ze inmiddels al ergens online staan. En anders dan komen ze online of zijn ze voor iedereen op te vragen. Omdat we juist hebben gezegd... Nou, stel alle vragen die je hebt. Dan zorgen wij dat we zo transparant mogelijk alles beantwoorden. Iedereen mag het zien. Dan kunnen we ook uitleggen wat we aan het doen zijn. Dat is ook de basis van het nieuwe vertrouwen. Ja, dat is nieuw vertrouwen. En dat is best wel gek. Want we hadden... Om iets te duiden... Ik had hier op de... als ook onderdeel van het nieuwe vertrouwen, toen we als college besluit namen om dat bestemmingsplan te gaan herstellen, om de fouten die de Raad van State had gevonden te gaan herstellen, hebben we eerst zowel de Stichting Mooie Bergen als de dorpsvereniging als de ontwikkelaar hier met z'n drieën uitgenodigd aan tafel en gezegd, wil je tegelijkertijd vertellen wat we hebben gekozen, want we vinden dat jullie dezelfde vorm van informatie mogen hebben. Ja. En om ons besluit te nemen hebben we adviezen gevraagd, onder andere van de landsadvocaat. En toen zat, waar jij nu zit, zat iemand van de Stichting Mooier Bergen. En die zei, en die adviezen zullen wel weer geheim zijn. En die zullen wij wel niet te zien krijgen. Waarop ik zeg, ik hoor hier René Meijer. Ja, die zei dat. Waarop ik zeg, nou ja, geef mij jou je e-mailadres. Dan stuur ik je ze vanavond nog toe. Dan zorg dat je hem hebt. Want je mag alles zien wat we doen. Je mag zien waarom we de keuzes maken die we maken. Toetsen ook vooral, kijk het na. Als een advocaat van jullie iets anders vindt of een andere mening over heeft, vertel het ons ook vooral. Want daar kunnen we alleen maar van leren en daar wordt het besluit alleen maar beter van. Dus dat vonden zij heel gek, want ze hadden hun WOP-verzoeken al klaar liggen. En toen kregen ze opeens die avond nog van de wethouder zelf de stukken opgestuurd. Dus dat is een nieuwe manier van werken. Ik vind het heel normaal. En zo blijven we het ook doen. Prijzenswaardig, Klaas Valkering. Want de reden wat ik heb horen zeggen, waarom het gerepareerd moet worden, waarom we daarmee bezig moeten zijn en niet opeens naar een ander plan gaan kijken of op een volledig nieuw bestemmingsplan, is omdat er nog een schadeclaim dreigt. Ja. Van maar liefst 12 miljoen euro. Ja, dat zou kunnen. Het kan ook minder zijn. Het probleem is dat dat voor ons heel lastig is in te schatten. Ja. Het zal in ieder geval gaan om miljoenen. Of het er ook 12 zijn, dat is wel een heel hoog bedrag. Maar er is wel een verschil tussen 2 miljoen of 3 miljoen of 12. Ja, en het probleem is dat we dat dus niet kunnen inschatten. Omdat uiteindelijk de rechter bepaalt hoe hoog die schadeclaim is. De schade van Aldi en van Schrama, die zullen natuurlijk alles bij elkaar optellen. En dan komen ze uiteindelijk op een heel hoog bedrag. Nou, dat zou zomaar eens die 12 kunnen zijn, of iets minder of iets meer. Dat is voor ons lastig te zeggen, omdat we ook... Hebben jullie het wel gevraagd aan ze? Ja, zeker. Maar dan komen ze met hele hoge bedragen. En uiteindelijk, dat is waarom wij in Nederland een rechter hebben die uiteindelijk zegt, ja, Schrama zegt dit, Aldi zegt dat. En ik zeg dit. Als rechter, en dat is het. Het probleem is alleen dat wij kunnen inschatten dat dat sowieso wel om miljoenen gaat. Er is gewoon jurisprudentie over. Dus we kunnen aardig inschatten welke kosten er sowieso wel zullen worden
toegerekend. Dus dat gaat om miljoenen. Of het 2 is of 12. Waarschijnlijk zal het er ergens tussenin zitten. Maar het probleem is dat het nemen van die gok voor dit college een stap te ver was. Omdat je dan gokt met 12 miljoen gemeenschapsgeld. Ja. Als je dat moet gaan oplossen in de lopende begroting. Dat betekent dat je moet gaan bezuinigen op de zorg, op onderwijs. Met 12 miljoen kan ik me dat voorstellen. Maar als het er maar 3 zijn, dan zou ik kunnen zeggen, nou, je kan daar ook over gaan onderhandelen dan met de ontwikkelaar. En zegt de ontwikkelaar, goh, meneer Schrama, wij hebben toevallig op onze bankrekening nog 3 miljoen euro staan. We maken dat morgen naar u over. En we gaan eens even kijken of we dat op een hele andere manier vorm kunnen gaan geven. De vraag is of meneer Schrama, die niet de enige is, want er zit natuurlijk ook nog een Aldi supermarkt. De vraag is of zij überhaupt zouden willen onderhandelen. En dan nog is de vraag of je... Of je daar 3 miljoen, ja, het zal waarschijnlijk zo meer zijn. Als de Aldi niet wil onderhandelen, is dat wel erg onaardig naar een potentiële klant, toch? Ja, maar de Aldi hoeft niet heel aardig te zijn tegen de gemeente Bergen op het moment dat wij het contract openbreken. En de rechter zou ook niet heel aardig zijn naar de partij die het contract openbreekt. En dat zijn wij dan. Ja, dat is waar, maar het is wel zo natuurlijk dat de gemeente Bergen zijn de inwoners, hè? Dat klopt. Maar en daar doen we het voor. Ja. En als de raad in meerderheid besluit dat ze die gok wil nemen, dan voer ik hem uit. Ik kan wel zeggen dat ik het zwaar onverstandig vind. Ja. Hebben we niet een hele domme, onverstandige, anterieure overeenkomst getekend met de ontwikkelaar? Nee, want dit doen we eigenlijk altijd. Wat we eigenlijk altijd doen met ontwikkelaars is anterieure overeenkomsten. Ja, en dat is dus iets wat we vaker moeten uitleggen. En daarom zeg ik, wij moeten daar veel opener en veel transparanter over zijn. Want het is eigenlijk heel normaal. Hè? Als je in Nederland trouwt, dan regel je met elkaar op het moment dat je gaat scheiden wie de auto krijgt. En als jij het zelf niet regelt, dan regelt de wet het voor je. En met ontwikkeling is dat eigenlijk hetzelfde. Je regelt standaard of je regelt het in een anterieure overeenkomst. Of de wet regelt voor je wat er gebeurt op het moment dat je niet met elkaar verder gaat. Een anterieure overeenkomst is in sommige gevallen zelfs verplicht vanuit de wet. Dus die sluiten we eigenlijk altijd en overal. En het is ook helemaal niet gek dat een ontwikkelaar daarin van de gemeente vraagt om een artikel waarin staat wat we doen op het moment dat de gemeente afbreekt. Want stel je voor, jij besluit in dat prachtige herinnergrom waar we het over hebben, om daar een mooi nieuw zwembad voor de Egmonden neer te zetten. En je gaat er allemaal plankosten van maken en je gaat daar tonnen in stoppen aan architecten en aan vergunningen en van alles en nog wat. Dan wil je wel zeker weten dat dat plan er komt voordat je zo'n enorme investering doet. Dus in die zin is het ook niet zo gek dat een ontwikkelaar die zekerheid wil. We doen dat wel pas op een heel laat moment. Dus uiteindelijk is de raad altijd degene die daarin het laatste woord heeft. En de raad moet dus uiteindelijk ook het bestemmingsplan vaststellen. En die hebben dat ook gedaan. Dat ze een schadeclaim van 12 miljoen voordat die anterieure overeenkomst is gesloten, is dat risico er niet. Maar je moet op een gegeven moment bepalen met elkaar, om dan terug te gaan naar die huwelijkse voorwaarden. Mm-hmm. Uiteindelijk moet er iemand zeggen, ja, ik wil. En vanaf dat moment zit je aan elkaar vast. En daarvoor kan je nog eens achter een leuke Spanjaard aanlopen. Maar daarna kan dat echt niet meer. En als je dat wel doet, dan ben je dus inderdaad... dan ga je scheiden en dan ga je met elkaar kijken wie nu die auto krijgt. Dus eigenlijk hebben die verkiezingen die we gehad hebben, dat het naar voren is gebracht, was eigenlijk een wassen neus. Nee, ja, er is destijds voor gewaarschuwd. Dat intrekken van het bestemmingsplan heel lastig zou zijn. De anterieure overeenkomst is ook uit den treuren besproken met de raadsleden toen. Er zijn diverse avonden over geweest. Ik weet dat zelf, ik zat toen in de commissie. Ik mocht daar dan niet bij, want ik was commissielid. Maar ik weet dat de avonden er waren voor de raadsleden. Die zijn door ieder artikel van de anterieure overeenkomst heen gepraat. Die hebben de mogelijkheid gehad om met ambtelijke bijstand om nog extra in te zien. Ze hebben de mogelijkheid gehad om zelf een jurist in te huren om ernaar te kijken. Nou, daar heeft niemand gebruik van gemaakt, want het is nogal... Eigenlijk is het vrij... Dat is het, dus het is heel standaard dat we dit doen. Ja. Duidelijk. Wanneer verwacht je dat we de eerste paal daar de grond in zien gaan? Ja, ik ga voor het Centrum Bergen. Ik wil best wedden dat Ajax morgen wint. Maar ik ga niet wedden op wat wanneer of een voorspelling doen over het Centrum Bergen. Want dat...
Nee, dat durf ik echt niet. We hebben nu een nieuwe coach. Ja, ja. Maar dan nog. De opstelling was al bepaald voordat ik het veld op kwam. En daar heb ik het mee te doen. Oké. Als we elkaar over 100 dagen weer spreken, welke vraag moet ik jou dan zeker stellen? Hoe het staat met het armoedebeleid in de gemeente Bergen. Want dat is ook mijn portefeuille. En dat is iets wat me echt aan mijn hart gaat. Tot over 100 dagen. Dank. Dankjewel, Klaas Volkering.